Ja, het is nog lang geen ABC'tje hoor, met die formatie. Nee, nee. Heb je die informateurs gehoord? Ja, die zeiden ja. Hé, hey, wij kunnen echt niet beloven dat het goed gaat aflopen, deze formatie. Oeh, hé, hey, hallo, ja. Het wordt spannend, zeiden ze. Ja, wij weten echt niet of het gaat lukken. Wauw. Terwijl iedereen zoiets had van, nou gaat het wel gebeuren. Nou, kennelijk allemaal opeens hobbels op de weg. Ja, en heb je, ja. En Wilders, die zei van, dat is makkelijker om het weer te voorspellen dan de uitkomst van deze formatie. Pff, ja, die zegt, ja, het wordt ook wel, die heeft het ook overspannend. Ja, dus het kan alle kanten nog op, vrienden. En daarom heb ik even snel een peiling op poten gezet onder de volgers van YouTube. Ja, dankjewel allemaal voor het meedoen. 2700 mensen hebben gereageerd. En ik heb de vraag gesteld, wil je dat deze formatie nu gaat slagen? Dat is de vraag. Nou, en het is een hele verrassende uitslag. Hier, kijk mee, daar komt hij. Ja, ja, daar is hij. Hoe vind je die? Ja, wil je dat het gaat slagen? 80% zegt ja. Vrienden, 80%, dat had ik echt nooit verwacht. Allerlei mensen die ja zeggen, omdat ze Rutte willen zien verdwijnen. Helemaal klaar met Rutte. Of ze zijn überhaupt klaar met het hele gedoe zoals het nu gaat. En ze willen dat er nou eens een beetje actie komt. En ze zeggen ook ja, omdat ze vinden dat iedereen, maar zeker ook de PVV, maar eens een kans moeten krijgen. Nou, daarom zeggen ze ja. En dan zijn ze in ieder geval ook af van dit demissionaire kabinet. Want dat is eigenlijk hun grootste diepe wens. Maar, en de mensen die nee zeggen, die zeggen eigenlijk alleen maar nee, omdat ze nieuwe verkiezingen willen. Ja, die zeggen van ja, we willen niet dat het doorgaat. Nieuwe verkiezingen en dan een nog grotere PVV. Dat is eigenlijk de club van 20% van de nee-zeggers. Maar ik vind het verrassend. 80% wil dat het gaat lukken. En 80% zegt van ja, kom op, we gaan ervoor. Nou vrienden, hey, laten we positief blijven. Dan moet het maar gebeuren.